mag niet praten met volle mond. Zo is dat. Het weer vandaag. Ik heb kleren wassen vandaag. Wat we nog nodig hebben voor een paar dagen dat we hier nog zijn. Meer niet. Deze mevrouw die staat al de hele ochtend te kakelen onderaan ons raam. Ik vraag me toch een beetje af waar ze het over heeft. Maar goed, we hebben de hele ochtend een beetje rustig aangedaan. Ik heb kunnen afspreken dat we voor $55 per nacht twee nachten extra mogen blijven. Adine en Eloy hebben de was gedaan. Paak. We gaan nu even bij de buren, naar de bakker, om te lunchen. Zo schattig. Als dat goed is, is dit de cappuccino. Ja, meer schaar. Hier ben ik. Zij, jij hebt meer schaar. Hier ben ik. Ja, ik weet dat je daar bent, maar ik zeg het tegen jou. Jij hebt meer melkschaar. Lekker sterk, maar wel koud. Nou. Zelfs de mandelen zijn ze niet gewend aan ons. Mara. Mother Obama. We zijn hier bij de Mahamuni-tempel, het op één na meest vereerde heiligdom in Myanmar. Heet, hè? Hier. Als je naar die woede wil waar ze wat goud op plakken, dan moet je echt een traditioneel lontje aan. En die kun je bij de ingang halen, dus dat heb ik echt gedaan. Staat je mooi. Mogen wij ook mee? Nee, vrouwen mogen niet mee. En dan moet je zwemmen. Achter mij staat een groot boeddha-beeld waar alleen mannen naartoe mogen om hele dunne blaadjes goud op te grijpen. Niet zo moeilijk kijken!
We beat it half an hour. Did Big Alida. Hier worden al die gouden plakjes ingepakt. Ook voor export trouwens. We zijn hier terechtgekomen in een restaurantje met hele aardige mensen. Die ons van alles vertellen over het land. En ze wilden ook de kinderen introduceren. Echt hartstikke gezellig hier. Come on, you can do it. I cannot go.